In 1975 is Suriname onafhankelijk geworden. Na 5 jaar is de regering Aron, die beschuldigd wordt van corruptie en vriendjespolitiek, door een militaire staatsgreep naar huis gestuurd. Een groep van 16 sergeanten onder leiding van Desi Bouterse komt aan de macht. Aanvankelijk geniet het nieuwe militaire gezag het voordeel van de twijfel. Maar al snel blijken de militairen niet in staat het land te regeren. De repressie begint steeds openlijker vormen aan te nemen. Tegenkrachten mobiliseren zich. En op 11 maart 1982 plegen luitenant Rambokus en sergeant Hawker een tegenkoep. Landgenoten, op heden 11 maart 1982 hebben de militairen van het Nationaal Leger onder leiding van de luitenant S. Rambokus en de sergeant-major Hawker ons volk bevrijd van het ondraaglijk geworden juk van de nu afgezette legerleiding. Grappig is dat hij aan de militaire academie is afgestudeerd op het onderwerp de staatsgreep, de pitch. Koop John Rambokus ke bhaila, u koop mislukt bhaila door militaire lachman van kaserne, u ka chatera jake Fort Zeelandia, sabke pakarke leaweke. Bouterse en zijn manschappen hadden zich verschanst in het Fort Zeelandia en die hadden zich toen ontkleed en met hun onderbroeken in de Suriname rivier gesprongen zijn. De boot kwam aangevaren, zijn zij de boot tegemoet gezwommen. En toen ze eenmaal half onderweg waren, toen kwam Latschman met de IP. En die is overgelopen naar de jongens en zegt, ik kom om jullie te beschermen. Maar Latschman ga je leggen voor Zeelandia, de panzerwagen over deze aan Bouters en die anderen. De hopper koop mislukt bij le. De oesap terug met diezelfde panzerwagen aile. De oesap ke bhaagek parke, kaserne chorke bhaagge. Dus toen had Bouterse een tankwagen ter beschikking, waar ze Hawker hebben opgehaald. Hawker is toen, zat op een gegeven moment in het hospitaal, want die was verwond geraakt. Daarna is hij afgevoerd naar het academisch ziekenhuis. En wij hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid om hem daar zo spoedig mogelijk op te halen. De sergeant-major Hawker is ernstig geblesseerd en is dus nu hier zo in het Fort Zeelandia. Ik zou toch een dringende oproep willen doen aan het adres van de luitenant Rambokus om zich met zijn manschappen die hij daar heeft in de kazerne over te geven aan het militair gezag. De gevluchte leider van de opstandige militaire Rambokus is nog altijd spoorloos. Maar hem wacht ongetwijfeld hetzelfde lot als de andere rebellenleider, sergeant-major Hawker, die gistermorgen gewond, liggend op een brancard, zonder verdere vorm van proces werd geëxecuteerd in Fort Zeelandia. De mensen zijn militair, ze weten wat de consequenties zijn hiervoor. Ze hebben gekozen en de consequenties zijn niet uitgebleven. De moord op Hawker hebben we met totale verbijstering gadegeslagen. En ik denk ook dat dat het moment was waarop er ons leven helemaal door angst werd beheerst. En toen Surinder dat te weten kwam, toen is hij gevlucht richting Saramaka. Hij heeft op een gegeven moment is hij aangehouden. Hij is gebracht naar het Fort Zeelandia. Hij is ontzettend mishandeld, hè. Toen heeft men een huiszoeking gedaan. Maar we hadden niets thuis. Maar ze hebben geloof ik een hele inboedel van ons huis meegenomen. Rambokus was een cliënt van hem. En dat maakte dat hij dus wel heel erg betrokken raakte bij de machtsstrijd tegen de militairen. Want Rambokus werd dus echt als het grootste kwaad op een gegeven ogenblik gezien. Omdat zijn coup bijna was gelukt. Daarbij was Sugriem, zijn broer, Baal, was daarbij zeer actief betrokken. Maar
Sugriem werd als medeplichtig bevonden, ook al omdat hij natuurlijk bij als een tweelingbroer was en die twee trokken heel veel samen op. Kijk, ze waren een eeneiige tweeling. En Baal was een paar dagen voortvluchtig. Niemand, Sugriem, de familie, iedereen was in onzekerheid. En ik zie dat hij op een gegeven moment gaat hij voor de spiegel staan. We hadden een hele grote spiegel in de zitkamer. Hij staat daar voor die spiegel. En ik zie hem ineens een hele vreemde beweging maken. En ik zeg, Sugriem, wat is er? En toen zei hij, ze hebben hem vermoord. Ze hebben hem vermoord. Hij is toen op de dag van Baals zijn crematie weggehaald bij de kist waar we stonden. Er kwamen op een gegeven moment militairen en die hebben hem gearresteerd en meegenomen. Ondanks, we vroegen van, mag hij nog even de crematie meemaken? Maar dat mocht niet. Hij werd meteen meegenomen. Ik ben hem toen meteen gaan opzoeken. Hij zat op een kamertje boven bij op het Fort Zeelandia. Het is zo dat zij samen heeft met allerlei snode plannen beraamd. Ze zou in elk geval het bewerkstelligen dat deze regering ten val kwam en dat waarschijnlijk ook de legerleiding zou moeten inpakken. Ik weet dat Leslie verschrikkelijk gechoqueerd was over de moord op Holkeroop en dat hij in een persconferentie van Boutersen hele kritische vragen heeft gesteld. Hij heeft eigenlijk aan Boutersen gevraagd, is het niet dat Holker en Rambokus diezelfde methodiek gebruiken als u zelf? Want u bent ook niet anders aan de macht gekomen. Ja, in iets andere woorden. En dat heeft Boutersen dus verschrikkelijk kwaad gemaakt. Ja, ik zat in de bus terug naar huis en toen hoorde ik op de radio, op de persconferentie, mijn broer de vraag stellen van ja, hoe is het mogelijk dat Holker in feite gewoon standrechtelijk geëxecuteerd is? Nou, viel stilte natuurlijk. Ik schrok me wild. Ik dacht, oh jee, dit gaat mis, dit gaat mis. Ik had niet gedacht dat hij dat echt zo zou durven. Want ik heb natuurlijk gewoon, je zit thuis, je luistert naar radio, uitspraken van militaire bewind. En ja, ik schrok me gewoon wild. Ja, sorry, ik moet even huilen. Want, En toen heeft Boutersen gezegd van, meneer Rahman wil ik dus geen enkele vraag meer. Ik beantwoord ook geen vraag. En dat was het moment dat hij dus na die bijeenkomst door, ik dacht Narendorp, zo in zijn kraag werd gegrepen en werd gezegd, als jij zo doorgaat, krijg je de kogel. Vlak na de coup van Rambokus werd zijn machine in beslag genomen, zodat hij de kranten niet meer kon drukken. En toen is hij voor een paar dagen ook opgepakt. En toen heeft militair meneer Seel tegen mij gezegd, kan je die man van je niet tegenhouden dat hij die rotzooi niet meer schrijft in de krant? Want anders gaan we hem neerschieten. En een paar dagen daarna hebben ze Bram vrijgelaten. En toen heb ik tegen Bram gezegd, kijk, ze hebben gezegd van anders gaan ze je neerschieten, want je moet ophouden met de krant. Toen heeft zei Bram tegen mij, ik ben niet bang, het kan mij het schelen. Ik zie het wel. Dan schieten ze me maar neer. Je hebt maar één gevoel, die militairen moeten zo snel mogelijk terug naar het kamp. We moeten van deze rotzooi af. Zo werd het in Suriname ook gezegd. We hebben geen militairen nodig om voor onze politiek te voeren. Die mensen moeten zo snel mogelijk terug. Maar er was geen inzicht hoe dat te bereiken. Vandaar de dag is het onbehagen zo ver gegroeid dat de hele volksgemeenschap bereid is aan de zijde van de vakbeweging te vechten om de regering ten slotte te dwingen een aanvaardbaar sociaal-economisch beleid te voeren. Mijn vader is een democraat. Hij kon niet onder een dictatuur leven. Dus op een gegeven moment stond hij op. Hij had de vakbonden achter zich. En toen is hij begonnen met het organiseren van demonstraties, vergaderingen.
En met de eis dus dat de militairen terug moesten naar het kamp en ze de leiding van het land moesten overgeven aan een burgerregering. Dus alle maatschappelijke groeperingen, die kwamen in opstand. Van zo kunnen wij niet verder, het is ons land. We kunnen ons toch niet laten regeren en besturen door een stelletje kwajongens. Wij hebben ook recht op een goede natie, op een goed leven met goed onderwijs, goede gezondheidszorg. Om al dat soort zaken ging het. Dit kunnen wij als arbeiders, als vakbeweging van Suriname niet meer toestaan dat de militairen hier ons vrijheid, ons vakbondsrechten waar we voor al die jaren voor hebben gevochten, omdat dat ze deze rechten en vrijheden gaan vertrappen. Wij vragen van de totale gemeenschap om te tonen dat ze deze militaire dictatuur niet langer wensen hier in het land. In juli augustus 82 werd er door de volksmilitie van de militairen een inval gedaan in het moederbondsgebouw. Hebben ze heel veel vernietigd, ook geslagen, de tuinman die we daar hadden. Ook een personeelslid werd geslagen. En naderhand heeft men toen aan Cyril gevraagd, wil je niet bewapenen tegen militair terreur? Toen heeft Cyril gezegd, nee, wij vechten niet met wapens. Bouters hadden wapens nodig om te vechten. Cyril niet. Cyril had alle arbeiders, land en volk achter zich. Bouters had een paar militairen met hun vrouwen en wat aanhangsel. Dat is het verschil. Dat is macht. En dat had Bouters niet. Maurice Bishop, de charismatische leider van de revolutie op het naburige Caribische eiland Grenada, is het grote voorbeeld voor Desi Boutersen, die ook liever spreekt over de Surinaamse revolutie dan over de staatsgreep. Zes weken voor de decembermoorden, op 25 oktober 1982, brengt Bishop een officieel staatsbezoek aan Suriname. Ik weet nog dat mijn vader er niet zo plezierig mee was, omdat hij vond dat Bishop niet iemand was waar we wat van zouden kunnen leren. Een opmerking die ik hem toen heb horen maken was, wat gaat Bishop ons kunnen leren? Gaat hij ons leren om nootmuskaat te verbouwen of iets in die geest? And the reaction of the imperialists to this popular ferment is to try to crush those revolutions that are in power. In our entire region, there are only four that qualify to be called such. Cuba first and foremost, Nicaragua, Grenada and Suriname, those four. De dag dat Morris Bishop in Suriname zou arriveren, heeft Cyril tot een algemene staking opgeroepen, waar een gevolg werd gegeven. Fred Derby is de leider van de andere grote Surinaamse vakcentrale, C47. Hij is tegen de staking en adviseert zijn leden om niet mee te doen. Zolang er gepraat wordt en uitleg wordt gegeven. Derby hield zich afzijdig. Het waren twee tegenpolen van elkaar. Mijn vader is toen begonnen. En hij wou zich toen niet aansluiten. Maar die bonden van hem hebben wel meegedaan. De bedreigingen tegen Cyril werden pas echt serieus toen Cyril op 30 oktober 1982 een massameeting bijeen had geroepen met ongeveer 20.000 man op de been. En tegelijkertijd had Desi Boutersen ook een massameeting bijeen geroepen ter ere van zijn vriend George Bishop. En je snapt wel zijn verbittering en frustratie. Toen Cyril Daal op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip een soort tegenbeweging heeft georganiseerd, waar hij gewoon veel meer mensen voor op de been heeft gekregen. De bijeenkomst van de Moederbond was een echte volksmanifestatie. Ongelooflijk veel mensen op de been. En het was als een kermis, zoals ook vaker bijeenkomsten van politieke partijen gaan. Met een grote druk, met een band op en plezier. Het was
alsof de democratie in volle omvang functioneerde. Dat was namelijk ook het ironische ervan. Dus, Boutersen heeft daarbij gezicht verloren. Dat was duidelijk. Daar zou staan voor ons niet tegenwoordig die dom, achterdochtig, achterlijk en laf. Dat is een afkorting dat die. Wie saba scenario en dat hij de met uno en hoor rekening naar een morgen digisani. En daar was Boutersen dus pissig over. Hij heeft hem ook gezegd op die massameeting van Mopaying in Chimoni. En I can keep the change. Ik zal het even vertalen. Ik zal hem het in kleingeld betalen. Dus ik zal het hem betaald zetten. En hij mag het kleingeld ook nog houden. Dus het was gewoon een duidelijke zaak van dat Daal hiervoor zou boeten. Meneer Daal presenteert een rekening. Ik trek een rekening. En mijn loeken dat keren. Mijn pijn is contant. De banken worden gesloten. Dus we af toe van je contant. Tide, Tamara, we streken morgen para. En van zijn vriend George Bishop had hij geleerd: if you can't fight your enemy, you have to eliminate him. Dus ben je nu opgewassen tegen je vijand, dan moet je hem uitschakelen. And revolutions worldwide have often been made at the cost of blood. And that is why, comrades, we never treat counter-revolution as joke. They will see us as their sworn enemies, just like we have to see them as our sworn enemies. Cyril werd daarna door de militairen gearresteerd in het Moederbondsgebouw en meegenomen naar het Fort Zeelandia. Wij zijn dan toen als groep massaal vertrokken naar het Fort Zeelandia en we zijn met z'n allen vreselijk tekeer gegaan. En toen kwamen we allemaal naar het plein. De hele grote massa. En scandeerden van Daal moet los, Daal moet los. Het is zelfs zover gekomen. En dat heeft volgens mij de doorslag gebracht. De EBS-arbeiders hebben toen het licht uitgeschakeld. Dus het land zonder stroom. En dat heeft toen de doorslag gebracht. Je mag nu naar huis. De tegenkoepplegers Rambokus en Chombar zitten al maanden vast. En evenals de van medeplichtigheid beschuldigde hoogleraar Omrousing en ondernemer Soan Singh, wachten zij op de uitspraak in hun proces die voor het einde van het jaar verwacht wordt. Dat proces van Rambokus dat kwam op een gegeven moment in het najaar, in november, in een periode dat er inmiddels in Suriname een hele beweging voor democratie op gang was gekomen. Juristen, studenten, vakbondsleiders. Iedereen was samengegaan en er werden hele grote betogingen georganiseerd. Als je cliënt aangehouden wordt, in deze plaats geen toegang tot hem krijgen. Je kunt geen informatie krijgen ook van de betrokken instantie waarvoor zo iemand is aangehouden. Toen John gevraagd werd om de verdediging op zich te nemen, om Rambokus te verdedigen, was ik wel trots. Want dat was toch een rechtszaak, in principe van de eeuw, kun je wel zeggen in Suriname. Tijdens de rechtszitting, er kon maar een bepaald aantal mensen de rechtszaal binnen, maar het was altijd dringen om een plaats te bemachtigen. En gedurende de hele rechtszitting bleven er ontzettend veel mensen buiten wachten. De advocaten Baboram, Hoost, Gonsalves en Riedewald, die Surinder en de andere jongens verdedigd hebben, die waren gewoon steengoed. Ook zij zijn bedreigd in die dagen, dat weet ik. Maar dat heeft ze niet ervan weerhouden om het proces te voeren.
Maar juridisch, ja, hij is gewoon wel veroordeeld. Hij werd toch naar de gevangenis gestuurd. De uitspraak moest nog geschieden. Het was eind november of half november dat zijn zaak voorkwam. Dit zijn letterlijk de laatste woorden die mijn broer Surinder heeft uitgesproken in de rechtszaal. Het gaat ook de historie in als het laatste woord. En Badal zijn niet voor niemendal gestorven. Suriname zal vrij worden. Elk volk weet zich altijd te bevrijden van zijn ketenen. Wij zijn Surinamers die recht hebben op deze natie. Wij hebben gezamenlijk een historische taak te vervullen. En dat is dit land en dit volk te bevrijden van zijn ketenen. Opdat voor altijd onderdrukking en dictatuur vernietigd mogen worden. Ik wil besluiten met een verkort citaat van Khalil Gibran, luidende... Ik kwam om een woord te zeggen en ik heb dat nu gedaan. Wat ik heden in mijn eenzaamheid doe, zal morgen weer kaatst worden door de menigte. Wat ik heden zeg met één hart, zal morgen gezegd worden door duizend harten. Het tijdelijke en het vergankelijke oordeel laten wij over aan u. Het historisch oordeel laten wij over aan de geschiedenis. Het eindoordeel laten wij over aan God. Dank u wel, meneer de president, leden van de Kruisraad. Volgens mij hebben we de opnamedag al gehad. Ik hoef niets meer te vertellen. Tot ziens. Tijdens een vergadering van de militaire raad hebben ze toen besloten dat luitenant Beer een kopje kleiner moest worden gemaakt. Ik werd op de lijst bijgeschreven van mensen die op een of andere manier moesten verdwijnen. En toen zijn er twee dienstplichtige soldaten, onafhankelijk van elkaar, die zijn mij toen komen vertellen dat ik moest vluchten. En de eerste gedachte die door me heen ging was, ik wist dat dit zou komen. Nu is het er. Want die avond voor mijn vlucht was Bram ook bij ons thuis. Hij was de avond komen doorbrengen en de nacht. En hij wilde, ik had laten weten dat hij moest komen, want ik wilde hem op de hoogte stellen dat ik zou vluchten. Dat vertelde ik Bram. Ik zei, ik sta op de lijst, als ik niet wegga, dan pakken ze niet jou alleen, maar ook mij. Ik zeg, en daarom heb ik jou nu op de hoogte gebracht. Ga weg, doe er wat aan. Hij zegt, nee, ik heb hiervoor gekozen. Ik ga door. Hij zegt, dit is mijn taak, mijn roeping. En het ligt niet aan jou als ze me pakken, dan is het mijn keus geweest. Nou, ik heb Bram toen... Wat normaal niet gebruikelijk is, maar ik vond het toch nog een oorlogssituatie. Ik heb hem toen de wapens gegeven die ik had. Hij heeft van mijn vrouw zelfs nog een bromfiets gekregen die er ook nog stond. Hij had genoeg spullen om weg te kunnen komen. Maar het was zijn keus. Hij is niet weggegaan. De militairen groeven zich steeds verder in hun machtsposities in en sloegen terug via intimidaties, willekeurige arrestaties en lastercampagnes. Iedereen werd als vijand gezien. Een van hen was de journalist Frank Wijngaard. En van u hebben ze gezegd dat u lid bent van de CIA? Alweer zo'n zinloze beschuldiging zou ik willen antwoorden. Ik weet uit welke hoek het komt. Het zijn die groepen die duidelijk gelieerd zijn aan landen als Cuba, Grenada en Nicaragua. Omdat hij werd bedreigd, had hij politiebewaking. Overal waar hij naartoe ging, waren er twee tot drie agenten met hem. Hij had wat adressen waar hij naartoe ging. En hij was geen koekje. Dus hij ervaarde het waarschijnlijk op een gegeven moment als storend. En hij heeft ze bedankt. Op 30 november, het moment dat hij die lijfwachter bedankt, gaat de telefoon. Zegt die militair, zeg aan Daal, die stront wat hij maakt, heeft hij lang genoeg uitgehaald, we gaan hem nu vermoorden. Toch geloofde hij er niet in. Hij zegt, de zonen van Suriname zullen dat niet doen. Er heeft in de krant gestaan dus dat ik ernstig gewaarschuwd ben dat mijn leven op het spel stond. Er is dus ook daar duidelijk gezegd dat wij... gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen
om te voorkomen dat er slachtoffers onder het volk vallen wanneer die acties zouden voortduren. Ik geloof dus dat het ons niet te doen is dat er slachtoffers gemaakt worden. Als er 3 mensen in Paramaribo omkomen, is het hele land in rep en roer. Op 5 december 1982 is het kinderdag in Suriname. Sinterklaasfeest is afgeschaft bij ons, kinderdag. Heeft Cyril cadeautjes aan de kinderen gegeven, allemaal gouden sieraden. Hij heeft mij toen gezegd, jij kreeg van mij ook een gouden bracelet vandaag. Volgend jaar, 4 juli, als je jarig bent, ben ik er niet meer. En willen jullie deze cadeautjes nooit kwijtraken? Hij zegt, want dit is het laatste wat jullie van mij krijgen. De laatste weken was hij heel erg rustig. Zat in zijn eentje. Ik weet het nog, 6 december... is mijn zwageres jarig. Hij kwam op het feestje, zat de hele avond apart. Waarschijnlijk hielden dat soort dingen aan bezig. Smiddag 7 december was er op een gegeven moment in Suriname een soort stormwind, kan je zeggen. Het zand begon te draaien. Dat wordt dan kiriwind genoemd. Kiri betekent dode wind. Het is geen goed teken, het is een slecht voorteken. Zeven op 8 december, dat was in de vroege ochtend, dus even ongeveer, geloof ik, denk ik, tegen 2 uur, werd Robbie uit bed gebeld. Door zijn vader. En die meldde zei, Robbie, er zijn militairen voor mijn deur. En er is eentje binnen en die vraagt of jij bij ons woont. Want ik lag naast hem in bed. Hij was gewoon rustig. Hij zei, oh, ik denk dat het informant is met dat ding van morgen. Weet je wel, dat die rechtspraak van de rechter. Weet je wel, die uitspraak van de rechter morgen. Dus hij was gewoon rustig, kalm en zo. Maar ja, in the meantime kwamen de militairen bij ons voor de deur. Ja, met een grote tank, weet je wel. En dan 6 militairen. En dan hebben ze losse vlodders geschoten. Dus, hè, dus met de Uzi's en zo. Toen werd er heel hard op de deur geklopt, geslagen. Cyril daar. En het was donker, dus ik ging naar beneden en ik deed het licht aan. En het was nog donker en ik vroeg wie is daar. En toen hoorde ik iemand zeggen, juffrouw Samson, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, kom maar kijken, dan zal je zien wie het is. Dus ik deed het licht aan. Hij zegt, ja, Cyril Daal moet ik hebben, Cyril Daal. Ik zeg, Cyril is nu hier. Toen zei hij, doe die deur open, ik wil zelf komen kijken. Maar ik weigerde. Ik zeg, Cyril is niet hier. Ik stond als eerste op en hoorde mensen roepen, het was donker. Begreep er eerst niets van en toen zeiden ze dat het militaire politie was om onmiddellijk naar beneden te komen, onze slaapkamers waren boven. Omdat ik eerder wakker was, denk ik dat ik eerst naar beneden gelopen ben en ken het achter me aan. Alles gebeurde eigenlijk in seconden. Ik ben op de helft van de trappen, hij beneden. Ik kan hem niet eens groeten. Ik heb hem niet eens omhelzing kunnen geven. Ik heb geen afscheid van hem kunnen nemen. Ik had die shutter opengetrokken. En toen duwde hij de loop van zijn oesie in mijn neus gehad. Toen zei hij, Conno, dus kom hier. En toen zei hij, Akamedi is vrijpostig, hij lul. En van de opperdoro met zoet en maars. Dus deze meid is brutaal. Als ze staat te lullen, als ze die deur niet open, schiet ik er neer. Toen zei ik, schiet niet. Ik pak de sleutels op de koelkast. Want ik dacht op dat moment aan die 3 kinderen boven. Anders had ik niet open gedaan. Gegeven moment zijn ze toen zijn broer gaan halen, Eddie. En Eddie heeft ze toen gebracht op het adres waar hij zich bevond. En toen hebben ze hem meegenomen. Jones die schrok wakker en hij zei meteen, ho, ze zijn me komen halen. En hij was bezig zijn kleren aan te trekken om dus de deur te gaan open doen. Maar het werd allemaal veel grimmiger daarbuiten. En hij ging toen snel open doen. En hij werd meteen meegetrokken. Heb ik hem daarna niet meer gezien. In elk geval, hij zei dus toen, Anne, van, Jenny, zorg goed voor jezelf. En dat heeft hij nog een keer herhaald. Hij zegt, Jenny, zorg goed voor jezelf, hè.
Zorg goed voor jezelf. Twee keren. Nou, en toen... toen brak er iets in mij los en ik begon te gillen en te schreeuwen van... waar brengen jullie hem naartoe en wat is er eigenlijk aan de hand? En, nou, en toen moest hij lopen en werd hij eigenlijk geport naar de auto. Ik rende gelijk naar de telefoon van, hé, wat is dit nou? Ik wilde eigenlijk iemand waarschuwen. Toen werd gelijk die telefoon afgetrokken uit mijn hand enzovoort. Van, nee, je mag hem niet bellen enzovoort. Ze wilden eigenlijk al die telefoondraad doorknippen. Maar Leslie heeft eigenlijk de boel gered door te zeggen van... ja, er is niks aan de hand. Ma, Joyce, maken jullie geen zorgen. Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik zal even meegaan en dat ook uitleggen. En dan ben ik zo weer terug. En toen ben ik met hem meegelopen naar de poort. En is hij in een auto gestapt. En vertrokken. En dat is het laatst wat ik van hem gezien heb. Ik pakte toen meteen de auto, want wie ik wilde Soegrim zijn advocaat gaan bellen. Want ik dacht, hij wordt weer gearresteerd. Hij moet het weten. En ik weet niet wat me overkwam toen ik daar kwam. Ik vond mijn zusje, Kanta, helemaal overstuur. Er was gewoon, het was een puinhoop in dat huis gemaakt. En het angstzweet brak me los. Ik wist meteen hoe laat het was. Ik ben de hele nacht met zo'n wacht in huis gebleven. En die was eerst ook nog vrij agressief, maar later trok hij zich terug en... ging ik gewoon weer naar mijn slaapkamer. En omdat Valérie niet kon slapen, heb ik er toen sprookjes voor gelezen. En maar gewacht tot het weer licht werd. En om, ik dacht 4:00 's ochtends, ik woonde op loopafstand van het Moederbondsgebouw, hoorde ik dat het gebouw werd opgeblazen. Toen heb ik de kinderen uit bed gehaald. Ik ben naar buiten met ze gegaan, ik heb ze omhelst. Ik zeg, we zien Cyril nooit meer levend terug. Toen wist ik, Moederbondsgebouw, geen vuur en vlam op de circuit. Cyril komt nooit meer terug. Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen verijdelen. Deze machtsovername was erop gericht om een situatie te herstellen waarbij een kleine economische elite aan de macht zou komen die de belangen van arbeiders, landbouwers en brede lagen van ons volk met de voeten zou treden. Landgenoten, het ingrijpen heeft betekend dat wij een aantal van deze verdachten hebben aangehouden en voorgeleid voor verhoor. Ik heb de bus gepakt toen op donderdag. Ik denk, ja, hij is woensdag toch meegegaan. Hij heeft toch schone kleding nodig. Ik heb zijn kleding meegenomen en de militair die daarvoor was, die heeft het aangenomen en ik vroeg van, goh, wanneer komt hij weer vrij? Want ja, ik ging nou voor de derde keer, hè, in het jaar tijd. En ik was het dus gewend. Dus ik denk van ja, en hij zei niet veel. Hij zegt van ja, dat komt wel goed. Het enige wat je dus had gegeven met die middag was dat Jozef Slagveer op de televisie kwam. En die had dus een verklaring. Nou, dat was ook heel beangstigend. Want je kon aan alles zien dat hij dus behoorlijk was mishandeld. En hij klonk gewoon als een gebroken man. Bent u bereid om vrijwillig deze verklaring voor te houden aan de Surinaamse gemeenschap? Jazeker. Gaat u gaan. Op of omstreeks oktober 1982 was het plan opgevat voor een samenzwering tegen het militair gezag. En hij kwam dus met het verhaal van een zogenaamde coup-poging tussen een aantal mensen. Nou ja, dat sloeg gewoon nergens op. En dat was zo duidelijk iets wat hij aan het voorlezen was, wat hij niet zelf had geschreven. Het plan was
volgens hem om via een volksopstand, CQ burgerlijk ongehoorzaamheid, met militaire hulp van buitenaf de militairen in het kamp terug te krijgen. Mijn indruk was dat die mannen onder dwang een verklaring moesten voorlezen. Ik geloof er geen woord van. Op de avond van 7 op 8 december, in de nacht, omstreeks 2 uur... werd, geloof ik, heel Paramaribo wakker, want er werd zo ontzettend veel geschoten. Je had echt het gevoel alsof kanonnen links en rechts om je heen vlogen. Zoveel werd er geschoten. Iedereen vloog naar de telefoon. Als nummer 16 wordt die nacht Fred Derby meegenomen. Omdat de militaire raad vindt dat als vakbondsleider Cyril Daal wordt opgepakt, ook de andere vakbondsvoorzitter, Fred Derby, moet worden gearresteerd. Een dag later wordt hij als enige, op bevel van Boutersen, weer vrijgelaten. Toen werd die deur hard opengegooid, pram. En er waren 3 jongens binnen. En die zeiden dus, jij. Daal, Rambokus, Chabar, Ampi en Slagveer. Hardhandig werden ze meegesleurd naar buiten en ze werden dus naar Boutersen boven gebracht. En niet lang daarna worden we gericht geschoten. En toen was het was de hel los in die cel. 3 uur 's ochtends had ik ook een heel raar geval met de jongen. Hij zegt, mama, ik ben bang. De jongen werd helemaal paarsblauw. Hij zegt, ik ben bang en ik hoorde schoten op dat moment. En ik zei nog bij die mensen waar ik was, ik zeg, ze maken Cyril af. Ja, ik zeg, ze ziet het Cyril dood, de jongen voelt het. Terwijl ik rende, zag ik Baburam tegen de muur staan. Dus Baburam die begon zijn hoofd te slaan terwijl hij bad. De bloedens toe, dus ik zag bloed. En dat maakte dus mij een beetje dus ook razend. Hè, van, hij was de enige die niet rende, maar hij bad. Hè, en, Kerkhoost, die had dus de dorst. Hè. En Hoost, die zei, kan ik een beetje water, ik heb de dorst. Die jongens schreeuwden gewoon, toen mensen die we straks dood gaan schieten. Die behoeven geen water, want het is vermorsen van het water. Toen zag ik 2 mensen zitten, geleund tegen die muur. En het waren Slagveer en Ampi. Nu weet ik niet of dat leken waren. Toen hij voor Boutersen werd gebracht, voordat hij doorzeefd werd door kogels, heeft hij Boutersen ook uitgedaagd in het Fort Zeelandia. Heeft hij aan Boutersen gezegd van, je bent de echte lafaard. Je zit hier met je wapens, maar laten we nu naar het onafhankelijkheidsplein gaan. Jij aan de ene kant en ik aan de andere kant en dan wil ik zien hoe het afloopt. En toen is Boutersen vreselijk boos geworden. Pakte hij een Browning en heeft Rambokus kapot geschoten. Maar terwijl hij, als het ware, neerviel of neerzeeg, heeft hij nog Boutersen zijn gezicht gespuwd. En daar ben ik heel blij en heel trots op. Cyril zegt, kijk, als Boutersen me oppakt en vermoord, dan laat hij me gelijk vermoorden. Hij moet me niet martelen, want ik kan niet tegen pijn. Hij zegt, dat zou ik vreselijk vinden. Dat zou een vreselijke lijdensweg zijn voor mij. En toch is het gebeurd. Hij is gemarteld, gefolterd, zonder enige vorm van proces. En dat vind ik vreselijk. Ik heb ze zeker onderschat. Ik heb boezemvrienden, waaronder Graanoost, zien veranderen naar beesten. Ik heb ze eigenlijk zien veranderen naar wezens die niet meer wisten dat ze leefden. December 9 's morgens stond ik op. Ik was helemaal in zwart gekleed. Ik wist dat Cyril er niet meer was. En het exacte moment weet ik niet meer, maar we waren vrij snel op de hoogte van dat er mensen vermoord waren in Fort Zeelandia.
We reden als gekken naar Brussel. Ik wist toen dat Kamperveen onder andere dood was en dat was een goede vriend van me. Dus ik was al helemaal aangeslagen en ik zei van, waarom reed je zo hard, moeten wij ook nog dood? En toen kwamen we daar aan en op het moment dat we naar binnen liepen, hoorde ik op de radio dat Bram erbij was. Raoul liep voor me, dus ik probeerde zijn oren met mijn handen nog dicht te doen, zodat ik dacht, ik zeg het hem liever zelf dan dat hij het zo prompt verloor van de radio hoort. En ik liep naar binnen, maar op dat moment waren mijn ogen dus ook helemaal verstard en zo. Ik zei, ze hebben Bram vermoord. En toen zei hij tegen mij, niet alleen Bram, Leslie ook. Nou, toen ben ik het toilet ingelopen, de deur dicht gedaan. En het eerste ogenblik was het zo dat ik dacht, ik zal mezelf het liefst gewoon door het toilet spoelen. Dan hoef je niet meer na te denken, want je weet niet meer wat je moet. Nou, ik heb echt vreselijk gegild. Mensen hebben later verteld dat ik zeg maar 3 blokken verder gehoord ben. Zo hard heb ik gegild. En binnen 2 minuten, dat is echt niet te geloven. Dat is weer de kracht van Surinamers. Het hele huis was vol buurtgenoten en vrienden en mensen die gewoon het met je wilden delen en gewoon er voor je waren. Op de 9e, op 9 december, merkte ik aan mijn omgeving dat er iets was, maar niemand zei iets tegen me. En toen kwam een van mijn nichten, die zei dat ze gehoord had dat er mensen naar het academisch ziekenhuis werden gebracht. We hadden een vriendin die bij de EHBO werkte. En zij kwam 's middags, ik denk zo rond 1 uur... kwam ze met kalmerende prikjes voor ons. Want ze zou ons toen meedelen, want ze was daar werkzaam en ze had die lijken gezien. Toen woensdagmiddag het transport van de verdachten van het Fort Zeelandia naar de kazerne op technische problemen stuitte, werd besloten dit transport in de avonduren plaats te doen vinden. Bij dit transport ondernam een aantal der aangehoudenen, vermoedelijk op insignatie van 2 der aangehouden militairen, een wilde vluchtpoging. Nadat schoten in de lucht hen niet van hun ontsnappingspoging konden weerhouden, moest gericht worden geschoten, waarbij een deel der aangehouden samensweerders het leven liet. En de avond daarop kreeg je natuurlijk die verklaring op de tv dat ze op de vlucht doodgeschoten waren. Nou, ik weet dat ik de volgende ochtend, het was alweer 10 december, toen 's ochtends de zon ging schijnen en de vogels gingen fluiten, dat ik dacht, kunnen ze niet ophouden? Ik dacht, ik wil dat de tijd stilstaat. Ik kon me niet voorstellen dat alles gewoon doorging. Het militair gezag heeft gisteren de familieleden van de omgekomen verdachten via de legerpredikant ingelicht. De families zijn gisteren ook in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen. Omtrent de begrafenis zullen de families nader worden geïnformeerd. Buiten het academisch ziekenhuis in Paramaribo verzamelen zich diepgeschokte familieleden. Binnen liggen 15 doden. Duizenden mensen bij het mortuarium, want wij waren niet de enige. Kijk, alle families waren opgeroepen en het hele volk is uitgelopen daar naartoe. Er waren vakbondsmensen die daar aan het zingen waren, ook voor Cyril Daal natuurlijk. Ik moest me aan weg banen. Nou, toen ik daar binnenkwam, zag je op een tafel op een rij een aantal bedekte lichamen. En ik heb alleen het lichaam van John gezien. Maar om eerlijk te zijn, ik ben er verschrikkelijk van geschrokken. Ze trokken die kast naar buiten. En aan de ene kant kon je dus mijn vader zien liggen. En naast zijn hoofd waren er voeten. Dus ik gilde, want ik dacht, ze hebben zijn voeten eraf gehakt. En zijn voeten ernaast gezet. Maar dus dat bleek later niet het geval te zijn. Het waren voeten van iemand anders.
En we mochten eigenlijk toen alleen maar zijn gezicht zien. Maar die vriend van mij is toen zo boos geworden. Heeft hij een heel gedeelte van die laken eraf gehaald. En toen hebben we duidelijk kunnen zien wat voor ravage er toen is aangericht. Overal kogels schoten, zijn voorhoofd, zijn mond. Overal zag je kogel inslagen. Wat ik zag, waren eigenlijk stuk geslagen lichamen. Heel veel verwondingen. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn broer, op zijn voorhoofd waren er sigarettenpeuken uitgedeukt. Hij was helemaal beschoten. In zijn voorhoofd was er een gat, dat was te zien. Zijn knieën en bij zijn buik. En hij was ook bont en blauw. Dus van het verhaal van Boutersen, dat de jongens op de vlucht zijn doodgeschoten, klopt dus niks. Want op de vlucht doodschieten doe je van achteren en niet van voren. Dus toen begrepen we van hoe het eraan toe is gegaan. Men zei ook dat ik ook hoor dat ze zijn lid hebben afgesneden, maar dat hebben we niet persoonlijk kunnen zien. Ik kan aan Kenneth zien dat zijn neus helemaal scheef zat. En verder vond ik gewoon dat hij er mooi in rust lag. En ik begon met hem te praten, heel luid. En ik vertel hem dat ik verschrikkelijk veel van hem hou. En dat ze hem dit hebben aangedaan en waarvoor, dat hij eigenlijk voor een goede zaak opkwam. En dat ze hem niet klein zouden krijgen zo. En dat hij zich, dat ik erg trots op hem ben en dat we dat allemaal zijn. Ik kreeg op dat moment plotseling de kracht van bovenhoor om mij te uiten, om afscheid te nemen van hem. Zoals gebruikelijk komt men zijn medeleven betuigen en men komt langs, handjes schudden, condoleren. En ik kan me nog zo herinneren dat ook Derby, Fred Derby, zijn medeleven is komen betuigen. Maar echt net als Jim, een auto is gestopt voor de deur. Hij is uitgestapt. Hij is naar binnen gelopen, heeft mijn moeder de handen geschud, heeft even nog gestaan en is toen weer weggelopen. Niemand heeft één woord gezegd. Ik had op een gegeven moment iets van de begrafenis is achter de rug. En ik had iets van ik wil weg. Ik had al vrij snel door dat het voor mij niet veilig was om daar te blijven. Hij zei, hoe ga jij doen als Boutersen mij vermoord? Ik zeg, ik heb geen familie meer in Suriname. Dan ga ik naar Nederland met die kinderen. Hij wou nooit dat zijn kinderen in Nederland opgroeiden. Maar ik zei, ik heb geen keus. Dan zal ik naar Nederland vertrekken. En na de begrafenis zouden we weer het leven moeten oppakken. Maar ik zei, mijn kinderen gaan niet meer naar school. Ze gaan gewoon niet meer naar school. Ik wist niet wie ik moest vertrouwen. En dus hield ik ze thuis. Ik gaf mijn dochter zelf les thuis. Ik dacht, anders raakt ze achter. Ik ga wat rekenen met haar doen. Ik doe taal met haar. En dat deed ik ook. Maar ja, op een gegeven moment besefte ik, hoe lang wil ik dit doen? Hoe lang wil ik dit volhouden? Nou, toen besloot ik om naar Nederland te vertrekken. Ja.
Ze zeggen wel eens, bij God en in Suriname is alles mogelijk. Nou, ik begin het ook te geloven. In die zin, het kan toch niet waar zijn? 8 december 82. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat 15 mensen op deze manier uit het leven gerukt worden? Dat bepaalde mensen God spelen eigenlijk voor 15 mensen. En voor de rest nooit meer iets. Al 20 jaar bijna. En er is nog steeds geen berechting van de daders. En ze lopen nog steeds vrolijk rond. Onderzoek en berechting van de decembermoorden is een zaak van het hele land, van het hele volk, van de hele natie. Zolang er niet een onderzoek komt, zodat duidelijk is wie wat gedaan heeft, wat er aan de hand is geweest, zal die grauwe sluier boven Suriname blijven hangen. Ik heb altijd in Suriname willen wonen. Ik heb mijn kinderen willen opvoeden in Suriname. Omdat ik vond dat zij ook die onbezorgde jeugd moesten meemaken die ik ook had. Toch blijf je verlangen naar Suriname. Het was ons ideaal, het was de droom van Kenneth en van mij, land opbouwen. En dat gevoel, dat heeft me nog steeds tot de dag van vandaag niet losgelaten. Ik weet alleen niet meer of het me zal lukken.